hebben jongeren mogen werken aan verschillende vraagstukken. Dit zijn opdrachten van echte opdrachtgevers. En ik ben natuurlijk benieuwd wat ze hebben geleerd en wat ze hebben gedaan. Waar zijn we vandaag? We staan op de grote Paraanbeeld in Oostvaardersplassen. Wat is het plan voor hier? Het plan is om het veiliger en bereikbaarder te maken hier. We zijn hier bij het fietspad nu. Het is hier een stuk veiliger dan daar verderop. Dat komt omdat het fietspad is afgescheid van, van de autoweg. Het fietspad willen we hier doorzetten naar beneden. En dan daar is een enorm veld. Daar kom je dan uit bij de parkeerplaats voor scooters en fietsers. En daar willen we dan ook picknicktafels neerzetten, zodat je daar gewoon lekker kan chillen. Wat een leuk idee. En wat vonden jullie het leukste om te doen met de opdrachtgevers? Nou, gewoon het sparren, denk ik. Dat is wel heel fijn. Dat je iemand hebt om informatie aan te vragen. Want we zaten ook te kijken van, mag je wel zomaar nieuwe wegen aanleggen? Daar hebben we gemaild van, heb je daar informatie voor ons? Heeft een heel document gestuurd, dus daar konden we wel wat mee. Dus dat was wel heel fijn. Hier aan deze kant kunt u zien waar we de picknickplaats willen neerzetten en hoe we daarheen willen gaan met het snelfietspad. Je kan hier zien dat het een beetje een kuil is naar beneden, dus dit willen we eerst verhogen, zodat het makkelijker is om heen te komen natuurlijk en alles recht staat. En we hebben ook nog een idee voor de parkeerplaats, want zoals je ziet zijn er niet heel veel parkeerplekken. En dan willen we de parkeerplaats hier uitbreiden en dan willen we deze bocht weghalen en het zo vierkant maken, het dan omhoog brengen en dan kun je zo hier helemaal parkeren in een hoekje, zeg maar. En wat is nu het allerleukste om met Talent Kleurt Flevoland te werken? Nou, dat we zo lekker hard mogen werken. Ja. En wat mochten jullie in dit project allemaal doen? We hebben gekozen voor een app. We moesten een betrouwbare en vergelijkbare bron creëren om geluid te kunnen meten. Om zo burgers bij het project te kunnen betrekken. Ik had dit project gekozen omdat ik van technische dingen hou. En dat kwam hier wel erg naar voren. Hoe werkt de app en hoe verhelpt dit het probleem? Met de app kun je geluid meten. En dat geluid kun je delen met andere appgebruikers. En je kan met die gegevens kun je bijvoorbeeld naar de gemeente toe. Om te laten zien dat er ook echt overlast is. En dat ze er dan ook echt iets aan moeten gaan doen. En voor wie is deze app nou echt bedoeld? Daar hebben wij onderzoek naar gedaan. En deze app is eigenlijk bedoeld voor mensen die zelf zonder toestemming een app mogen downloaden. We hebben ook een enquête gemaakt en die hebben wij opgestuurd naar mensen van verschillende leeftijden. Om te kijken of ze mee willen werken met ons project. Of ze onze app ook willen downloaden of niet. En of ze bereid zijn om het geluid te delen met andere mensen voor verder onderzoek. En wat hebben jullie er eigenlijk allemaal van geleerd? Ik heb geleerd hoe je beter een app kan maken en hoe je beter met het project burgers bij kan betrekken. Ik heb vooral geleerd eigenlijk hoe je meer zelfstandig met een opdrachtgever kan overleggen en alle ideeën kan toesturen. Dus wat hebben jullie eigenlijk allemaal mogen doen? Want jullie hebben natuurlijk mogen werken aan een project. Ja, ons project is dat we dat nu een speeltoestel moeten gaan ontwerpen voor een speeltuin in Oosterwold. Bij dit project hadden wij twee vooronderzoeken, vooronderzoek 1 en 2. 1 ging vooral over een beetje speeltuinen onderzoeken, gaan kijken hoe is het gebouwd, is het stevig. We ook nog vooronderzoek 2 en dat ging echt over de polderen en zo en hoe dat in elkaar zat met stuwen en sluizen en zo. En iedereen heeft dan een onderwerp gekregen. Nou, dan ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar wat voor onderdelen er eigenlijk allemaal zijn. Ik had bijvoorbeeld stuwen en sluizen. Nee, ik had stuwen en sluizen. Nee, nee. Nou, ik deed... wat had ik deed nou? Een dijk. Ik had het ding dijk. Ik had het onderdeel baggertransport. En ik had stuwen en sluizen. En daar heb ik ook een manquette voor gemaakt. Ik had dus gemalen. Dat is om de waterpeil op stand te houden. Daar heb ik op mijn laptop een eigen ontwerp over gemaakt. Jullie hebben dus met een echte opdrachtgever mogen werken. Hoe hebben jullie dat ervaren? Hoe was dat? Nou, echt heel erg leuk. Want die vrouw die kwam langs in de les. En dat was eigenlijk wel heel erg fijn. Daardoor wisten wij best wel duidelijk wat we moesten doen. Het is nou precies het eindproduct geworden. En uiteindelijk hebben we gekozen om al onze ontwerpen samen te voegen tot één idee. En dat wordt het uiteindelijke ontwerp. Zodat het eigenlijk allemaal samen één product is. Ja.
Jullie hebben dus een opdracht ontvangen, maar wat is deze opdracht? We hebben dus een probleem in Nederland, genaamd het woningtekort. Wij worden al binnenkort starters en wij zijn dus op zoek naar een woning. Maar omdat er dus schaarste heerst in de woningmarkt, zijn de woningen die aan ons worden toegewezen vaak te duur voor ons. En daarom hebben we uit de provincie een opdracht gekregen om dit probleem op te lossen. Ja, en de oplossing is dus dat wij een huis moeten ontwerpen. En dat moeten wij kunnen realiseren in een woonwijk. De woning moet dus duurzaam zijn. Er moet zo min mogelijk ruimte worden gebruikt, zodat er juist veel huishoudens in kunnen wonen. Wat maakt jullie woning nou zo anders dan die van de normale woningen? Nou, we hebben dus voor gekozen om in plaats van één woning twee woningen erin te plaatsen. Dus dat je onderverdieping eigenlijk één huishouden kunt plaatsen op de bovenste verdieping. Daarbij hebben we gekozen om van binnen spouwmuren te plaatsen en om van buiten waste-based bakstenen te gebruiken. Die zijn 60% gerecycled van de bouwval en dat soort gebeuren. Ze zijn van beton en andere bakstenen gemaakt. En wat zouden jullie als tip nog willen meegeven? Nou, aan de leerlingen sowieso dat ze lekker hun eigen tijd eraan moeten geven. Lekker grootste ideeën hebben, want je kan eigenlijk gaan en staan waar je wil. Als je denkt gewoon dat iets niet lukt, dan vraag gewoon om hulp aan je opdrachtgever. Want je opdrachtgevers zijn ervoor om je te steunen en te helpen. Dus mijn tip is gewoon geef nooit op. Wat is de opdracht die jullie hebben gekregen? Wij moeten de sluis De Blauwe Dromer renoveren. En daar moeten we een plan voor maken, zodat de provincie Flevoland die kan uitvoeren. De sluis gebruikt nu heel veel energie en onze opdracht is om duurzamer te maken. Is er ook iets wat je aan mij kunt laten zien? Daarachter was het plan om zonnepanelen te plaatsen. Nou, dan gaan we daar naartoe. En wat komt er hier nu precies? Hierachter is een groot grasveld en daar is ruimte langs de weg om voor zonnepanelen. En als het goed is dat genoeg om energie op te wekken voor de hele sluis. Jullie hebben alle drie aan een opdracht mogen werken. En wat is dat geweest? We moesten een sluisaanvaarbeveiliging ontwerpen, zodat ook langere boten in de sluis konden. En nou was een van de problemen dat er dus een brug boven die sluis zat. En als de boten te lang of te snel zouden gaan, dan zouden ze misschien tegen die brug aankomen. Wat heb jij gedaan waardoor het probleem werd opgelost? We kwamen op ideeën over een tegenstroming creëren. Bijvoorbeeld, het idee kwam eigenlijk van een ei in een glas water leggen om te kijken wat goed is. Dan gaat het water dat stijgt. Zouden die waterdruk zouden die kunnen omzetten in een tegenstroming? Nou, met ons groepje hebben we dus ook gebrainstormd. Toen zijn we eigenlijk op ons idee gekomen om een balk te maken die een magneet aan de voorkant zou hebben. Die dan de boot zou trekken zodat hij niet tegen de brug aan zou komen. Met ons groepje hebben we bedacht dat er water voor in de boot moest komen als hem tegen te gaan. En we hebben dat gecreëerd door waterbakken aan de zijkant van de sluis te zetten die dan in één keer open kunnen gaan. En wat vonden jullie van de ervaring? Nou, ik vond het een hele leuke ervaring. Ik vond de opdracht echt wel een uitdaging hebben. En ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin gehad. En ik had ook een heel fijn groepje. Het is niet je standaard middelbare schoolvak. Dus het geeft aan uitdaging. En ook dingen die je dus in het latere leven nog van toepassing zou kunnen zijn. Jullie hebben dus aan een opdracht mogen werken. En wat houdt het voor jullie in? We hebben zelf een escape room gemaakt. En die gaat over Flevoland en over vier steden van Flevoland. En hoe heb je dit ervaren? Het was een heel leuk en creatieve opdracht en heel vrij, want we mochten daar eigenlijk alles wel bedenken. Nou, jullie hebben dus een escape room gemaakt, maar hoe werkt het eigenlijk? Nou, vanaf deze kant kom je binnen en dan kom je in een soort ruimte en dan is het zeg maar een ontvangsthal. En daar kan je ook een filmpje zien van hoe kinderen het doen, de escape room. Ja, daar zie je de bezienswaardigheden van Urk, dat is een puzzel. En daar moet je alleen de bezienswaardigheden van Urk aanwijzen. En daar achterop dan kan je weer iets vinden waardoor je verder kan naar de volgende puzzel. En wat hebben jullie eigenlijk allemaal geleerd van deze ervaring? Ja, vooral het creatieve werk hebben we heel erg geleerd, omdat je mocht heel breed denken voor de puzzels natuurlijk. En we hebben ook geleerd hoe je kamers moet indelen en veel zoeken ook en hoe alles in zijn werk gaat. En het was echt wel heel erg leuk.
En is er nog iets dat jullie graag tegen de opdrachtgevers zouden willen zeggen? Dat we dit een hele leuke opdracht vonden en dat dit de leukste opdracht was die we ooit hebben gehad. Yes!